Thank you.
Beste familie, vrienden, collega's, ook degenen die thuis met ons verbonden zijn, willen zo dadelijk het lichaam van Rick Bassa hier gaan binnendragen, terwijl we luisteren naar orgelspel over Psalm 103, het achtste vers. Gelijk het gras is ons kortstondig leven, gelijk een bloem die op het veld verheven, wel sierlijk pronkt, maar krachtloos is en teer. Wanneer de wind zich over het land laat horen, dan knakt haar stil, haar schoonheid gaat verloren. Men kent en vindt haar standplaats zelfs niet meer. Ik wil u allen vragen, voor zover het voor u mogelijk is, om hierbij van uw zitplaatsen op te staan, alstublieft. U mag weer gaan zitten. Arnold en Meta, Arne, Jasmijn, Jalieke, opa en oma Bassa, opa en oma Buitendijk, alle familie, vrienden, collega's. We zijn vanmiddag hier in de Ark. In de rouwsamenkomst, die zal voorafgaand aan de begrafenis van Hendrik Willem Bassa. Dominee Bezemer zal straks met ons de rouwsamenkomst beginnen, maar we gaan eerst luisteren naar het in memoriam dat Arnold zal uitspreken. Staat boven de laatste uren van onze o zo lieve Ricky. Zoals er in een rouwadvertentie stond, Rick was tenger in zijn uiterlijk, maar indrukwekkend in zijn doen en laten.
Het was maandagavond 2 oktober 2023 onder etenstijd. Rick was nadrukkelijk aanwezig en had dan ook weer grote verhalen wat hij die dag allemaal beleefd had, wie hij in de maling had genomen en hoe hard ze wel niet gewerkt hadden vandaag. Wij als gezin horen dat met een glimlach aan en genoten ervan. Er komen verschillende namen voorbij en dan is het: ken je die niet? Nee, Rick, die kennen wij niet. Meta had Ricks lievelingspap gekookt. Rick liet het zich heerlijk smaken en wat over was, werd aan de kant gezet. Want dat was, zoals zij zelf zei, voor hem dinsdagavond. Als Rick in zo'n bui is, dan kun je wat verwachten. En als ik dan iets te dicht bij hem in de buurt kwam, dan is het: kijk uit, hè, want ik werk je tegen de vloer. Nou, was dat net als zo vaak wel wat bluf. Als ik dan in goede conditie was, dan ging ik de stoeipartij aan. En dan werd je besprongen als door een leeuw. En als je hem in je vingers wilde krijgen, was Rick zo glad als een aal. Er ontstond dan ook vaak een stoeipartij die wel even op een uitslag liet wachten. Maandagavond na het eten. Kom Rick, we gaan nog even naar de schapen. En dat was ook wel zijn favoriet. Ik loop er naartoe en Rick springt bij Jalieke op de kwad en zegt: breng mij maar even, ik ga niet lopen. Jalieke zet Rick af bij de schapen en Rick zegt: doe jij, Jalieke, ik zie je vanavond als ik thuis kom en anders morgen uit mijn werk weer. Dat waren de laatste woorden met Jalieke. Bij de schapen doen we onze handelingen en we zien dat Rick zijn schaap gedekt was. Voor Rick is dat alle reden om dat arme dier gelijk maar eens te vangen en even extra aandacht te geven. Dat is mooi werk, Paul, want zo noemde Rick mij als hij in opperbeste stemming was. Zo, zegt Rick, ik heb in ieder geval over 5 maanden lammetjes. We lopen nog wat rond bij de schapen. Maar het gaat Rick alweer te lang duren. Hij zegt: ik ga naar mijn vrienden, hoor. Ben zo weer thuis, Paul. Dat waren zijn laatste woorden met zijn vader. Rick loopt weer naar huis, want de schapen lopen bij de buren. Thuis gekomen, trekt Rick de achterdeur open en roept: mama, ik ben weg, hoor. Meta loopt naar de achterdeur en zegt: tot vanavond, hè, Rickje. En doe je voorzichtig. Ja, klinkt het. De lammetjes waar ik het over had zullen wel komen over 5 maanden. Maar Rick is niet meer thuis gekomen. We wilden nu kort deelgenoot maken van een beeld wat zich de afgelopen week in mijn hoofd gevormd heeft. Het gaat over een weg die wij gaan hier op aarde. Zeer geliefde aanwezigen, ik zie 2 mensen door het leven gaan. Als je snel en oppervlakkig kijkt, zie je geen verschillen. Ze hebben allebei hun leuke en mooie momenten. Ze hebben allebei een periode van ziekte en gezondheid. Ze hebben allebei momenten van voor- en tegenspoed. Ze hebben allebei op zijn tijd een feestje of een droevige gebeurtenis. Als je oppervlakkig kijkt, zie je weinig verschil. Hooguit wat uiterlijke verschillen. Ze lopen beiden in dit leven en bouwen aan hun bestaan. Dan komt voor beide de dag van sterven en dan blijkt het verschil. De eerste had door genade de levende Christus in zijn leven leren kennen. De andere leefde voor eigen rekening, want het was toch goed zo. En zonde, dat valt toch allemaal wel mee. En als er iets is wat ik niet begrijp, geef ik daar zelf een aanvulling aan. Daar heb ik mijn schepper en de Bijbel niet voor nodig. Bij de eerste, waar we op het punt komen waar wij mensen niets meer kunnen doen en waar de laatste adem uit zijn mond ging, stond een kruis. En onderaan het kruis lagen al zijn zonden. Er was nog meer,
Er was een open graf. Er stond een liefdevolle, levende Christus met open armen. Kom, mijn kind. Van de eerste bleef zijn aardse lichaam als een lege huls achter. Maar zijn binnenste mocht leven, eeuwig leven, zonder zonden, dood en pijn. Zijn sterven was geen dood, maar een doorgang tot het leven. Bij de ander, die op de rand van de dood en leven stond, was er geen kruis. Er stond wel een Christus, geen liefdevolle, maar een toornig Christus. Die zegt, ik heb u zo vaak geroepen, ik heb u zo vaak de weg tot het leven gewezen, maar u hebt niet willen gehoorzamen, u hebt niet willen buigen en dan zal het klinken, ga weg van mij, ik heb u niet gekend. Dan zijn er geen liefdearmen en voor hen is de eeuwige pijn en verlorenheid. Geliefde, Riksens sterven is ook zo'n roepstem. Zomaar twee personen die door het leven gaan. Geliefde, er zijn twee wegen in dit leven. Welke weg bewandelen wij? De weg die wij als gezin gaan is zwaar. En er zijn o zoveel vragen. Het lichaam van onze lieve Rikje ligt hier. Ernaast staat het doopvont. Enkele dagen voor Riks overlijden werd de nood en het ernst van het leven van onze kinderen op mijn hart gebonden. En werd ik erbij bepaald dat mijn armen tekort zijn. Ik heb gebeden tot deze verbondsgod en het bij hem neergelegd. Er is er één die alles weet en bij hem is mijn enige troost. Nu, straks en voor eeuwig. Dan geven dominee Bezemer nu de gelegenheid om met ons de rouwsamenkomst te beginnen. Geliefde vader en moeder Bassa, Arnold en Meta. Lieve kinderen, Arne met Jasmijn, Jalike. Grootouders van beide kanten. Ook oom Henry, de vrienden, de collega's van Rik. Alle andere betrokkenen vanuit de kerk en vanuit de omgeving. En waar u of jij ook vandaan komt. We zijn hier vandaag samen met ons verdriet, met onze vragen, met onze verslagenheid. Wij zijn hier in de kerk, waar daar plaats voor is en ruimte. Het maakt niet uit of je nog nooit naar de kerk gekomen bent, of vroeger ging. En nu niet meer. Hier klinkt een boodschap vanuit het sterven van onze Rik voor ons allemaal. Voordat wij Rik zullen begraven. En laten wij daarom zingen de tekst die ook boven de rouwkaart staat. Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw heiligheid tegen. Wie is een God als gij, groot van macht en heerschappij? 8e vers van Psalm 77.
lezen uit de Bijbel, uit het woord van God, twee gedeelten. Allereerst Psalm 77, de psalm die boven de kaart staat. En aansluitend de laatste verse van Psalm 73, van dezelfde dichter. Dus Psalm 77 en het slot van 73. Voor de koorleider over Jeduthun van Asaf, een psalm. Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heer. Mijn hand was 's nachts uitgestrekt en verslapte niet. Mijn ziel weigerde getroost te worden. Dacht ik aan God, dan kermde ik. Peinsde ik, dan bezweek mijn geest. U hield mijn ogen wakend. Ik was verontrust en sprak niet. Ik overdacht de dagen van ouds, de jaren van vroegere eeuwen. Ik dacht aan mijn snarenspel. 'S nachts peinsde ik in mijn hart en mijn geest onderzocht. Zou de Heere dan in alle eeuwigheid verstoten en voortaan niet meer goedgezind zijn? Houdt zijn goede tierenheid voor altijd op? Komt aan zijn toezegging een einde van generatie op generatie? Heeft God vergeten genadig te zijn? Of heeft Hij zijn barmhartigheid door toren afgesloten? Toen zei ik, dit krenkt mij. Maar de rechterhand van de Allerhoogste verandert. Ik zal de daden van de Heere gedenken. Ja, ik zal denken aan uw wonderen van oudsher. Ik zal al uw werken overdenken en over uw daden spreken. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? U bent de God die wonderen doet. U hebt uw macht bekendgemaakt onder de volken. U hebt uw volk door uw sterke arm verlost, de nakomelingen van Jacob en van Jozef. De wateren zagen u, o God. De wateren zagen u, zij beefden. Ook de diepe wateren sidderden. De wolken goten water uit. De hemel gaf geluid. Ook vlogen uw pijlen overal heen. Het geluid van uw donder klonk in het rond. De bliksemflitsen verlichten de wereld. De aarde sidderde en beefde. Uw weg was door de zee. Uw pad door de grote wateren. En uw voetstappen werden niet bekend. U leidde uw volk als een kudde door de hand van Mozes en Aaron. Ik zal echter voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen. U zult mij leiden door uw raad. Daarna zult u mij in heerlijkheid opnemen. Wie heb ik behalve u in de hemel? Naast u vind ik nergens vreugde op de aarde. Bezwijkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn deel, van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Want zie, wie zich ver van u houden, zullen omkomen. U verdelgt allen die als in hoererij u verlaten. Maar wat mij betreft, het is voor mij goed dicht bij God te zijn. Ik neem de toevlucht tot de Heere, Heere, om al uw wonderen te vertellen. Laten wij samen bidden. Barmhartige God, wij komen in het gebed tot u, Heer, met alles wat in ons zit. Ons verdriet, onze tranen en als we van verscheurdheid en verslagenheid geen tranen meer over hebben. Want u heeft onze zoon, broer, kleinzoon, neefje uit het leven weggenomen.
En u weet het met welke gevoelens en welke gedachten we hier zitten. U kent van verre onze gedachten. U weet het wie Rick voor ons was. Als kind al. Door moeder onder haar hart gedragen. Aan de zorg van vader en moeder toevertrouwd. In uw huis gedoopt. Als broertje voor Arne, nu ook voor Jasmijn. Als groter broer voor Jalieke. In de familie, als vriend, collega, in de kerk, op welke band we ook met Rick hadden. Wat hij voor ons betekende, wat we van hem zagen, wat alle weten of wat alleen tussen hem en ons is gebleven. Heer, ook daar danken we u voor, in ons verdriet. Als veel van die momenten herinnerd worden in deze dagen. Zoals ook Arnold er iets van gezegd heeft. En dat in ons verdriet toch ook iets van een glans geeft. Ik heb dank, Heer, dat u Arnold de kracht ervoor gaf. Om er iets van te delen, van wie Rick was. En er iets van te delen, wie u bent en waar ons leven heen gaat. Heer, u kent ook het leven van Rick, van het begin tot het einde. En u heeft de mens niet gemaakt voor de dood, maar voor het leven. Laat dan, als hij ons nu ontvallen is, laat dan uw woord van het leven klinken, opdat zijn sterven ons leven zal veranderen en de weg naar het eeuwige leven zal wijzen. En daarom bidden we u, spreekt u tot ons vandaag. Laat uw woord onze harten mogen bereiken met dat wat u ons te zeggen hebt. Geef dan wat nodig is, omdat in alle eerlijkheid, bewogenheid, liefde te brengen, opdat wij de echte troost bij u mogen vinden. Help een ieder met een taak vandaag. Draagt u ons allen en het gezin allermeest. En laat ons merken, juist hier, dat u van ons af weet. O God, hoor ons gebed en help ons om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu, voordat wij het schriftgedeelte overdenken, uit Psalm 39, daarvan het derde en het vijfde vers, zoals u het vindt, afgedrukt. Psalm 39, vers 3 en vers 5.
Waar wij bij stilstaan, vindt u afgedrukt, vers 14 van Psalm 77. O God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als God? Wat zullen wij zeggen als wij met stomheid geslagen zijn? Hoe zullen wij elkaar troosten als er vanuit ieder oogpunt rouw is? Hoe elkaar een hart onder de riem steken als onze harten verslagen zijn? En soms denk je aan die dag, op het moment dat je het hoorde. Denk je aan hoe dat dan gegaan is. En dan weer denk je terug aan de momenten dat je Rick meemaakte. Hoe hij was. En wie hij voor jou was. Je kind. Je broer. Je neefje. Je collega. Je vriend. En dan weer merk je dat terwijl voor jou de wereld stilstaat, dat die voor een ander doorgaat. En doet zeer toch? En dan vragen, waarom eigenlijk? Domme pech? Noodlot? Of God? En waarom zoveel in één gezin, in één familie? En je hebt geen antwoorden. En je weet niet wat je tegen elkaar moet zeggen. En met alles wat je zegt voel je dat het eigenlijk niet echt kan troosten. En daarom zijn we hier. En ben jij hier. Al zie je misschien nooit een kerk van binnen, maakt niet uit. Om je de woorden aangereikt te krijgen. De psalm die jullie zelf boven de kaart zetten.
De woorden van iemand, zo heb je het toch al wel gehoord, van iemand die het ook niet begrijpt. Als een belijdenis van Asaf, die dichter, die beide psalmen heeft geschreven. Die dezelfde vragen heeft als jij en ik. Die misschien ook steun had aan die mensen om hem heen, zoals we hier om familie Bassa heen zitten. En dat ook waardeerde. Maar ook als hij weer een hand kreeg, had hij niet genoeg aan alleen maar sterkte. Er is daarom een beter adres voor jullie als gezin en familie. Voor jullie allemaal, die met Rick optrokken, langer of korter geleden, of tot de dag van zijn dood. Waar dan? Mijn stem klinkt tot God en ik roep. Mijn stem klinkt tot God en Hij zal mij aanhoren. Met al die vragen. En wat er maar door je hoofd en door je hart blijft gaan. En met dat alles wat je merkt dat je maar weinig trek hebt deze dagen. En zo slecht slaapt dat je je ogen nog niet dicht hebt gedaan of ze zijn al open. Of hoe lang het duurde, je wordt moe wakker. Want op de dag van mijn benauwdheid zocht ik de Heer. Hij ging bidden, Asaf. 'S Nachts bad hij. En mijn ziel weigerde getroost te worden. Want welke troost is er? Als hij aan God denkt, loopt hij vast. En dan komen ook in deze psalm, net als in die andere psalm, de vragen. Al die vragen die bij jou en bij mij door je gedachten spoken. Die vragen die je mag stellen. Die je uit mag klagen naar God, ook vanmiddag. Daarom heeft God ze zelf in de Bijbel opgeschreven, zodat je weet dat je dat roepen mag naar God. Waar je zeggen mag, zelfs wat Asaf zegt, dit krenkt me, het knakt me, het is onverteerbaar. En dat hij zich afvraagt, en hoe heb ik het nou met God? En waarom dan? Misschien wel samen met die oude pijn die je in je leven voelt. En die weg die je gaan moest door je leven. Met al dat verdriet en al die vragen en al die verbijsteringen dat je met stomheid geslagen bent. En dan het antwoord. Dat heeft Asaf gekregen. Antwoord. Psalm 73 zegt dat nog iets duidelijker. Dat hij met al die vragen naar het huis van God is gegaan, zoals jij met de familie naar de kerk bent gekomen. Hij is toen naar de tempel gegaan die er in die dagen was. En zo zegt ook dit vers het. O God, uw weg is in het heiligdom, dat is in de tempel van die dagen. En Asaf is een priester geweest, iemand die die tempel ook mocht binnengaan. De eerste ruimte in. Stelt je maar even voor. Om te begrijpen wat de tekst boven de kaart betekent. De eerste ruimte die heet het heilige. En als hij daar naar binnen is gegaan, moet hij halt houden. Stilstaan voor een gordijn. Het heilige der heiligen is daarachter. Het heiligste plek in de tempel. Afgeschermd door een dik gordijn dat genoemd wordt het voorhangsel, waar je niet doorheen mocht. Omdat daarachter de plaats was waar God dichtbij komt, zo dichtbij, dat geen mens daar zomaar binnen kan stappen. Daar is Asaf gekomen en zegt daar, o God, uw weg is in het heiligdom. Wie is een God zo groot als u?
En daar is het eerste antwoord. Daar weet ik, zegt Asaf, dat u een grens trekt. Waar ik merk dat God heilig is. Dat betekent, hij is totaal anders dan jou. Hij is verheven. Hij is onmetelijk. Hij is eeuwig. Voordat jij geboren was, was hij er al. En nadat jij overlijdt, is hij er nog. Niet te doorgronden. Niet na te rekenen. Niet voor te schrijven wat hij moet doen. Hij is God. En ik ben mens. Als Asaf zegt, uw weg is in het heiligdom, zie je hem bijna terugdeinzen. Dan bedoelt hij dat de weg die God gaat, dat spoor dat God trekt, je kan het volgen en volgen en denken, en zo gaat het. Totdat. Waar de weg doorgaat als achter dat gordijn en je kan er niet bij. Zo zegt hij het ook in vers 20. Met een ander beeld. Uw weg was door de zee. Uw pad door de grote wateren. En als je zou willen nakijken hoe God daar zijn weg heeft getrokken. Zegt hij, en uw voetstappen werden niet bekend. Dat wil zeggen, op die diepe momenten kun je de weg van God niet volgen. Niet natekenen. Niet narekenen. Je staat aan de grens van wat je begrijpen kunt. Maar waarom zet je dan boven de kaart? Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreekt uw hoogheid tegen. Met al die vragen en met die verslagenheid. Dat is een belijdenis. Dat je met die vragen je niet wil vergrijpen aan datgene waar je niet bij kunt. Misschien ook een gebed. Zo heb ik het ook van jullie gehoord. Om in deze weg bewaard te worden voor de opstandige gedachten tegen God. Maar hier ligt nog meer, een verder antwoord. De boodschap die je mee moet nemen van deze bijeenkomst. Van deze gebeurtenis die je van je leven nooit meer vergeet. Want er is nog iets waarom Asaf bij dat gordijn is gekomen. Waarom hij daar staat in de tempel en daar wil komen. En waarom God ons vanmiddag in gedachten daar ook bij brengt, alsof je naast hem staat. Omdat daar het bewijs ligt dat deze God die wij niet kunnen begrijpen, werkelijk goed is. Dat is de enige plek waar je met dit alles het aan God kunt leren overgeven. Waar zo'n antwoord klinkt dat zo overtuigend is. Dat je met al deze vragen die je mag stellen, vrede vindt bij God. Uw weg is in het heiligdom, daar moet ik zijn. Wil ik er iets van begrijpen en het diepste antwoord krijgen, moet ik hier in de kerk zijn. Wat is dan het antwoord waardoor jij vanmiddag kunt weten dat God goed is? Ja, dat God liefde is. Om wat achter dat gordijn gebeurde. Je mag wel zeggen, om daar te zien dat God je de hand reikt. Toen en vandaag, en dat is nodig voor ons allemaal, en persoonlijk, omdat God, als hij ons de hand niet reikt,
Wij zijn mensen die vanuit onszelf, waar je ook vandaan komt, in de kerk of daarbuiten, maar vanuit onszelf God kwijt zijn. Die heus wel hulp van boven willen, maar dan liefst wel zelf de God in het eigen leven zijn. Dat ben jij, dat ben ik. Zelf de baas. Zodat je een leven lang, of kort, aan God voorbij kunt leven. Maar je weet het nu toch. Wij moeten allemaal op een dag sterven. En sterven is niet over en uit. Sterven is God ontmoeten. Ook als je niet in hem gelooft. Dat maakt niets uit. Sterven is God ontmoeten. Al ben je hem vandaag misschien liever kwijt dan rijk. Dan sta jij persoonlijk oog in oog met hem die jouw leven gemaakt heeft. En dan? Ik val toch zeker nog wel mee? Nou valt het mee. Dat moet je wel weten. En ik moet het je eerlijk zeggen. En wat ik over jou zeg, zeg ik ook over mezelf. Er zijn 3 simpele manieren om te weten dat het niet meevalt. Dat wij, als wij voor God verschijnen, net als Asaf, weten dat wij ons aan die heiligheid van God zullen branden. De eerste reden waarom je het simpel kunt weten. Als je zonder God wilde leven, zul je als je sterft ook zonder God blijven. Er is geen hemel dan waar God is. Tweede, God vraagt in het kort dit van jou. Om God lief te hebben boven alles en je naaste als jezelf. Daar gaat nog wel een stukje. Maar als het erop aankomt, heb ik mezelf nog net iets liever. Sta ik toch zelf op 1. En het derde, je kan netjes leven, kan een lieve jongen of meisje zijn, je kan kerkelijk zijn of onkerkelijk, maar is er hier iemand die al zijn gedachten, alles wat er rondspookt op de bodem van jouw hart, ooit op een scherm voor iedereen zichtbaar geprojecteerd zou willen hebben? Mogen jouw gedachten 1 op 1 in de krant, over de app naar die persoon zelf? Mogen de dingen die bij jou door je gedachten wel eens flitsen, is niet van een ander, hè? Van mijzelf. Mag dat door iedereen gezien worden? Of toch niet? Als jij, als u, als ik eenmaal voor God zullen staan, zal het alles open en bloot liggen voor hem. En ik moet het hier jullie eerlijk, gedrongen door God, in alle liefde en waarheid zeggen. Wie zo voor God verschijnt, gaat de eeuwigheid in. Zonder God, eeuwig buiten hem. En daarom, omdat het leven geen spelletje is, wat je maandag stopt en dinsdag weer verder gaat, en omdat jouw leven telt, je eeuwige toekomst telt,
Laat dit sterfgeval je dan tenminste wakker schudden. Want er is een manier om met God in het reine te komen. Er is een weg tot deze God. Daarom staat Asaf hier bij dat tweede voorhangsel. Als hij zegt, uw weg is in het heiligdom. Daar waar verzoening te vinden is. Dat betekent waar twee partijen bij elkaar kunnen komen. Waar God de hand reikt. En zelf de weg baant om die band met jouw leven te herstellen. Om je niet verloren te laten gaan. Wat dan? In die tempel ging eenmaal per jaar de hoge priester naar binnen met het bloed van een dier, een lam. En voordat het lam geslacht was, legde die hoge priester zijn hand op de kop van het lam. En zodra hij dat deed, beleed hij zijn zonde en de zonde van al die mensen die bij hem stonden, om die zonde symbolisch op dat dier te leggen. En dan stierf dat dier in plaats van die mensen. En werd dat bloed dat binnenste heiligdom binnengedragen en daar uitgegoten als teken van verzoening. Als boodschap aan je hart dat er een weg naar God is. Dat er vrede met God te vinden is. En Asaf staat bij dat voorhangsel en weet, hier is het bewijs. Hier weet ik het echt zeker. Dat er een weg is van God, zelfs naar mij. Dat hij door de zonde en de schuld en alles wat er in mij zit, of wat je ook op je kerfstok hebt, weg wil wassen, uit wil wissen. Een weg die ik nooit kon maken, maar die God maakt, omdat hij vol van genade, vol van liefde is, omdat hij door en door goed is. Want wat toen in de tijd van Asaf in de tempel is afgebeeld, is werkelijkheid geworden. Eeuwen later. Niet door een letterlijk lam, maar God die ons ziet en die weet waar wij naar op weg zijn, is zo bewogen geweest over ons, dat hij zijn eigen zoon, Jezus Christus, naar de aarde gezonden heeft. Die mens is geworden, zoals jij en zoals ik. Die het weet wat het is om aan de rand van een graf te staan, van een geliefde. Waar u betrokken is en bewogen is met die mensen. Daarom kwam hij om als dat lam te zijn. Waar de zonden opgelegd werden. Die stierf aan een kruis. Om echt de zonde uit te wissen. Want geen mens kan één woord of één gedachte of één daad, hoeveel spijt je ook hebt, je kan het niet uitwissen. Maar hij wilde het op zich nemen. Hij wilde ook daar komen waar hij jou niet voor over heeft. Dat hij van God verlaten werd. Hij ging de dood in om de dood door te gaan. En om door de dood heen de weg naar het leven te maken. Om jou vandaag, als je hier zit, je het eeuwige leven aan te bieden, zonder dat het je iets kost. Om het je cadeau te doen. Want toen is in de tempel in Jeruzalem het voorhangsel, dit gordijn waar Asaf bij staat, gescheurd van boven naar beneden. Werd het zichtbaar dat de weg naar God is opengelegd. En wat Asaf toen al zag, mag ik jou vandaag als het beste nieuws verkondigen wat ooit in je oren klinkt. Dat God deze wereld met mensen zoals jou en mij zo lief heeft gehad.
dat hij zijn zoon heeft gegeven, heeft overgegeven, zijn enige. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. En wat moet je doen dan? Zoals die hoge priester toen zijn hand op de kop van dat lammetje legde. En verklaarde, ik ben God kwijt. Ik sta schuldig tegenover God. En ik zou de eeuwige dood in moeten gaan. En dan stierf dat lam op zijn plaats. Zo tegen God zeggen. Aan hem belijden. Gebruik gaan maken van de Heer Jezus. Alsof je je hand op hem legt. En al je zonden en alles wat er in je zit. Aan hem belijden. Om het op hem te leggen. Vergeef mijn zonde om uw bloed, Heer Jezus. Wees ook voor mij dat lam dat de zonde wegdraagt. Dan word je met God verzoend. Al was het de laatste seconde van je leven. Ook die zijn er in de Bijbel. Die vlak voordat ze sterven. Toch nog om genade vragen. Die ontvangt het ook. Die mag zeker weten dat Jezus Christus de brug wil zijn tussen God en jou. En dat God je nooit meer zal verlaten. En dat moest Asaf weten. Daarom kwam hij net als jou op de moeilijkste dag van zijn leven naar het huis van God. En hij moest het weer weten dat de weg van God, die hij niet begrijpen kan, die zo vaak een omweg lijkt in je leven en die door het heiligdom loopt. Om het daar weer te weten, Heer, in alle raadsels, ligt de weg open. Is het goed tussen God en mij? Heb ik het teken van zijn liefde, zijn eigen zoon, Jezus Christus, weer gezien? En weet ik het weer. Als Asaf bij het voorhangsel staat. En wij zien Jezus Christus. Dan weet ik. En dan heb ik een antwoord. Van zo'n God. Kan ik geen kwaad denken. Hij is groot. Hij is onbegrijpelijk. Maar hij is goed. En hij is genadig. En ik kan je verzekeren, wie zich gewonnen geeft aan Gods liefde, zal daar ook steeds meer van gaan zien. Want nergens kijkt hij ons dieper in de ogen, dan als wij zien dat God ons in Christus in de ogen, in ons hart kijkt. Als hij alles van je weet en zegt, en daarom wil ik precies jouw lam zijn. Sta ik persoonlijk garant voor jou, zodat jij, hoe laat of wanneer ook, voor God kan verschijnen. En dan kijkt Asaf ook even achterom, naar de weg die achter hem ligt. De weg van zijn hele volk. Hoe God dat uit slavernij heeft gered. Hoe hij dat volk door de zee en door de woestijn heen geleid heeft. Dat Gods weg met dat volk doorging, niet na te rekenen. Maar hij weet het wel weer. Altijd was God daar, waar ik zelf niet lopen kon. En was hij daar, zegt Asaf, als een herder, door de woestijn, door de zee, die zijn kudde leidt, die zijn schapen kent, die, al weten de schapen de weg niet, wel weten welk doel hij voor ogen heeft. En hij brengt zijn kudde thuis. Onderweg laat hij telkens opnieuw zien dat hij goed is. Arnold, Meta, Arne, Jasmijn, Jalieke. Jullie kennen in het bijzonder weten dat dit waar is. Dat je de weg van God met je leven niet kan begrijpen. Dat die gaat als door een zee en als door een woestijn. En je kunt Gods voetstappen niet narekenen.
Hoe vaak hebben we daar ook niet bij gestaan? Want waarom die weg voor jou, Meta? En waarom deze weg voor jullie allemaal in dit grote verlies? En je weet het niet. En waarom, al dat je ook al eerder Arnold in de familie je zus verloor? Gods weg gaat door de zee. Maar mogen jullie ook niet met Asaf terugdenken en zeggen in je verdriet: en al begrijp ik God niet, hij is echt goed voor ons geweest. Onderweg heeft hij jou gedragen, Meta. Is je moeder bewaard, Jelieke. Arne en Jasmijn ook voor jullie. Als levend bewijs. En ze is echt de enige niet. Hij was daar. Hij was er ook in de afgelopen dagen. Toen je wakker werd met die woorden in gedachten die nu boven de kaart staan. Voordat je wist waarom. Hij is er vandaag. Voor jullie. Om je te ondersteunen. Hij zal er morgen ook zijn. Heilig in zijn wegen. Ik zie het niet. Maar in zijn heiligdom is zijn weg in één naam duidelijk. Hij heeft zijn zoon voor jullie over. Jezus Christus. Om die uitgerekte hand te laten zien dat het een vasthoudende hand is. Die ook als jouw hand verslapt, je nog niet laat varen. Vrede te hebben met God, in God, en je juist in deze weg te laten dragen en om bij hem thuis te zijn en eenmaal thuis te komen. Daarom zingt Asaf met een gebroken hart, wat we als tweede lazen. Waar ik het ook zoek, ik zal voortdurend bij u zijn. U hebt mijn rechterhand gegrepen en u zult mij leiden door uw raad en daarna opnemen in uw heerlijkheid. Ik weet nergens raad en steun en troost die het echt houdt, behalve bij God. De hand die je reikt, de rechterhand die je grijpt als je wankelt, bezwerkt mijn lichaam en mijn hart. Dan is God de rots van mijn hart en voor eeuwig mijn deel. Met hem is je leven anders, is je verdriet niet minder. Maar is hij die rotsvaste bodem, die het houdt als jij zou bezwijken. Met hem betekent zelfs als je sterven gaat, dat je eeuwig zal leven. Hem te ontmoeten, die zijn liefde toonde in Christus. Die het bewees, uitgedrukt heeft in zijn eigen bloed. Die je zijn genade en zijn verzoening aanbood zonder er iets voor terug te vragen. Die jouw weg invoegde op de zijne en door het heiligdom liet lopen. Onnavolgbaar om hem over te laten gaan in eeuwige vrede, eeuwige vreugde in hem. Amen. Thank you.
zullen samen de Heer ook danken. Heere, u bent heilig. En heilig zijn uw wegen, waar wij halt houden, om te zien dat u rechtvaardig bent. Geen mens onrecht zal doen. Dat u almachtig bent. Dat u verheven bent. Maar onbegrijpelijk. Maar ook dat u goed bent. Omdat u God bent. Waar wij schuilen met onze vragen. Waar wij staan als Asaf op de plaats waar u verklaart en bevestigt. Dat er een weg is. Tot u. Door Jezus Christus. Heere, bind het dan op ons hart. Dat deze gebeurtenis ons bij zal blijven en het ons leven zal veranderen. Dat als we u niet kennen, op zoek zullen gaan naar dat lam, naar Christus. Dat we die liefde van u mogen zien in hem en door hem van alles verlost worden, al onze zonden. Om niet eens oog in oog te moeten gaan staan met uw zonde, Christus. Als we u in de ogen zouden moeten zien als iemand wiens liefde we afgewezen hebben. Maar Heere, laat het door Christus zo zijn. Dat wij vrijmoedig, gerust en getroost, echt getroost, naar de eeuwige ontmoeting met u mogen toeleven. Om daar, als we nu alleen het begin van het antwoord hebben gehoord, daar het volle antwoord van uw eeuwige liefde te ontvangen. Betoon dan, o God, uw nabijheid. Sterk en steun ons allen als we de moeilijke gang naar het graf moeten maken. Laat dan bij het uitdragen het ook ons gebed mogen zijn. Dat, al is het zo dat wij haast bezweken, ons heul, onze toevlucht, onze steun, bij u alleen zoeken. Geef dan, als we die moeilijke gang naar het graf moeten maken, datzelfde. En geef dat in het bijzonder aan de ouders, aan het gezin. Ondersteun ze elke stap. En draag ze met uw armen, uw eeuwige armen. Wij bidden u dit in de naam van Jezus Christus, uw Zoon. Amen. We gaan ons nu gereed maken om naar de begraafplaats in Bees te gaan. Voordat ik u allen de gelegenheid geef om alvast vooruit naar de begraafplaats te gaan, gaan we eerst het lichaam van Rick Bassa hier de kerk uitdragen. Achter de baar zal direct het gezin aansluiten, de wederzijdse grootouders, dominee Beesmer en ouderling Baars. Alle anderen blijven hier wachten. Na het uitdragen gaat u alvast vooruit naar de begraafplaats. Er is daar een collega van mij aanwezig die jullie opwacht. Er is een groot parkeerterrein bij de Rodeburg beschikbaar. Daar kan u uw auto parkeren. Dat zit vlak naast de begraafplaats. We gaan zo meteen luisteren naar orgelspel over Psalm 61, het eerste vers. Wil, o God, mijn beden horen. Neig uw oren. Na mijn zuchten en geween, in verafgelegen streken, schier bezweken, zoek ik hulp bij u alleen. Ik wil vragen aan Arnold, Arne, Henry, Jan, Teus en Reinier om weer naar voren te komen en bij de baar te gaan staan. En alle anderen
opnieuw van uw zitplaatsen op te staan, alstublieft.
Dan wil ik eerst familie Bassa en familie Buitendijk de gelegenheid geven de kerk te verlaten. Jullie gaan als eerste vooruit naar de begraafplaats en jullie mogen daar op ons wachten. En vervolgens de overige aanwezigen. Dank u wel. We hopen u straks weer te ontmoeten bij de begraafplaats in Beest.